Het is ook belachelijk dat je naar een voetbalwedstrijd gaat, dat er ME moet komen voor een voetbalwedstrijd. Ik zie voor een theater toch ook geen ME staan. Het is te gek voor woorden. We zijn helemaal gek geworden. Nieuws. Ja, gisteren was dan de fantastische klassieker Ajax tegen Feyenoord. Is uitgemond in een partij waarbij hooligans hun eigen stadion gingen molesteren. Ga rellen, bro's. Ga helemaal. Nee. Ik sta hier in de glasscherven die er nog liggen van gisteravond. Tijd voor ons om er eens even wat dieper in te duiken. Man. Wij waren met de kleinkinderen, waren we naar Ajax toe. En we hoopten op een leuke middag. En het begon allemaal heel vrolijk met een huldiging. En toen dacht ik al, oh, er is weer vuurwerk naar binnen. Bij die huldiging. Waarom doen we dat nou weer? Straks gaat er wat gebeuren. Nou ja. Ik heb het nog niet uitgesproken of mijn woorden werden waarheid. Als echte Amsterdammer was ik trots op de club. Er is nog weinig om heel trots op te zijn. Dat is het leuke van Feyenoord, Ajax, Ajax, Feyenoord. Het zijn de grootste clubs van Nederland, hoe je het bent of verkeerd. En die balanceren altijd, dan is Ajax weer, dan is Feyenoord. En op dit moment, wat niemand verwacht had, jaar geleden, is Feyenoord de bovenliggende partij. En dat heeft Ajax ook aan zichzelf te danken. Beleid van goed beleid van Feyenoord en slecht beleid van Ajax. Ja, wat moet er gebeuren om Ajax er weer een beetje bovenop te krijgen? Want ja, op dit moment, achter de coulissen gaat het mis, ja. Voor de coulissen gaat het mis. En ja, je ziet ook nog eens hoe onze hooligans reageren, wat er echt tussenhand voor woorden. Ja, die hooligans, dat is een gigantisch probleem in Nederland. Ik bedoel, bijna elke week wordt er een wedstrijd gestaakt of stopgezet. Of het nou in Groningen is of in Breda. Go Ahead Pack. Ik hoorde Marco van Basten gisteren zeggen, we moeten bij helemaal stoppen met voetballen. Nou, Marco is een groot liefhebber en hij was er niet heel ver vanaf met de gedachten die ik ook wel eens heb op dit moment. Het was echt walgelijk wat er gisteren gebeurde. Net of tralies boven de probleemvakken. Meldingsplicht, het is gewoon te gek voor woorden. En geen bivakmutsen, dus iedereen moet herkenbaar zijn dat zodra iemand wat gooit, er staan voldoende camera's, weet je meteen wie het is en die krijgt een levenslang stadionverbod, punt. Maar zodra het slecht gaat, gaan hooligans zich blijkbaar uit. En dat is een heel gevaarlijke ontwikkeling overigens. Het is ook belachelijk dat je naar een voetbalwedstrijd gaat, dat er ME moet komen voor een voetbalwedstrijd. Ik zie voor een theater toch ook geen ME staan. Het is te gek voor woorden. We zijn helemaal gek geworden. Ja, zoals je ziet is daar de hoofdingang waar de ruitjes zijn ingetikt. Hiernaast zit een kroegeigenaar. Kijken of hij ook last heeft gehad van de overlast gisteren. Heel gauw op Rotterdam de dingen hier getrot. Wegwijs. Maar hier om de hoek? Wegwijzen. Wegwijzen. Maar wat vervelende situatie. Wegwijzen. Ja, dag heren. Hoe kijken jullie naar wat er gisteren gebeurd is? Ja, wat moeten we ervan zeggen? Er valt natuurlijk weinig positiefs over te zeggen. Beetje triest. Het is helemaal van God los. Dat is niet normaal, dit. Ik ben geen voetballiefhebber, maar ik kan dit echt niet begrijpen. Ja, ik ben wel voetballiefhebber, maar ja, mensen die dit gedaan hebben, kun je eigenlijk geen voetballiefhebber of fans meer noemen, hè? Hey jongens, en dit waren dan niet eens de Feyenoorders die dit gedaan hebben, maar gewoon Ajaxiden zelf. Feyenoord. What do you think about the game last night? Crazy, but that was football for me. But they broke off their own stadium. Yeah, that's really silly, but that maybe explains well the situation of Ajax at the moment. Wat moet er gebeuren om het op het veld weer goed te krijgen? Nou ja, er is voor 150 miljoen verkocht, goede spelers. En ze hebben daar spelers voor gekocht. Ja, ik, god, waar ze vandaan komen weet ik niet. Maar dat is meneer Miesling dat geweest. Ja. Die 100 miljoen, ja, en die heeft de vrije hand gekregen. En dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. En de trainer, Stijn? Je hebt die spelers gezien gisteren, die rechts, die backs, die maken fouten. Ja, die maakt een back bij de amateurs niet. Daar kan Stijn toch niks aan doen. Die is ook wanhopig. En dan heeft hij nog de pech dat zijn steekhouders, Bergwijn, Berghuis en Bobby, die keihard werken, echt die werken keihard, dat die niet in vorm zijn. Op een gegeven moment gaan die steekhouders gaan wel weer voetballen. Ze hebben een goede keeper, dan komt het heus wel goed. Kijk eens aan, even kijken wie we hier hebben. Een hele goede dag hier Omroep Poont Live. Wie heb ik tegenover me? Ben jij al geabonneerd? Zo niet, doe dat dan even en volg ons op de socials. Hier zit de knop, hè? Hier.